Wat gezellig dat jullie er weer zijn. Nou, zeker. We hebben een leuke vakantie gehad, hè? Ik heb een hele leuke vakantie gehad. Mm. Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Oh, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Van groep 1 en van groep 2. En ik ben ook wel weer heel erg benieuwd wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Ja, ik ook. Hey. Hey, we zitten hier eigenlijk in onze dokterspraktijk. Ja. Want onze nieuwe thema gaat over ziek zijn. Ziek zijn. Ja, wat is dat eigenlijk? Ziek zijn. Volgens mij kan als je dan niet zo heel erg lekker in je lijf voelt. Dat je bijvoorbeeld een beetje buikpijn kan hebben. Of misschien... Buikpijn of misschien wel hoofdpijn. In je hoofd. Of misschien wel bij je schouders. Ja, hey, nou moet ik ineens ergens aan denken. Wat dan? Ik heb nog een heel leuk liedje. Over hoofd en schouders en knie en teen. Dat liedje kennen wij ook wel. Laten we hem even gaan zingen. Oké, dan moeten we even gaan staan. Ja, kom. Dan gaan we dan. Ja. Gaat ie? Heet erin. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Nou, dat is toevallig, hè? Ja. Ik weet nog wat. Ken je nog één? Ik ken er nog één. En ik weet eigenlijk zeker dat de kinderen van groep 1 die ook wel kennen. Echt? Het gaat over je buik en over je billen. Oh, billen. Echt waar? Daar gaat hij hoor. Buik, billen, elleboog, elleboog. Buik, billen, elleboog, elleboog. Lip. Lippen, tanden, puntje van je tong. Buik, billen, elleboog, elleboog. Oh, die was grappig. Zullen we die nog een keer doen? Die heb ik eigenlijk nog nooit gedaan met groep 2. Echt niet? Nee, nou, nee. Doen we die nog een keer. Oké. Okay. Buik, billen, elleboog, elleboog. Buik, billen, elleboog, elleboog. Lippen, tanden, puntje van je tong. Buik, billen, elleboog, elleboog. Nou, dat hebben we toch wel goed gedaan, hè? Ja, dat was zeker leuk. Hartstikke goed. Weet jij wel wat ik kan? Ik kan een driehoek maken van mijn benen. Een driehoek van je benen? Ja, geloof jij niet, hè? Nee. Zal ik het eens even voordoen? Ja. Kijken jullie mee? Kijk eens. Ah. Driehoek. Ik zie het. Ja, kun jij dat ook? Ja, driehoek. Moet eens even kijken. Ja, dat lukt me wel. Ja. Nou, super. En kan jij dan ook bijvoorbeeld een cirkel maken? Van mijn benen? Van je benen, zou dat lukken? Nee. Weet je wat het is? Mijn benen kunnen niet buigen. Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar mijn vingers kan ik wel goed buigen. Dus kijk, zo heb ik wel een cirkel. Oh, die ga ik ook proberen. Wacht even hoor. Hoe doe je dat? Met je vingers tegen elkaar aan? Ja. En dan? Oh zo, ja. Kijk eens even. Hey, ja. Je kan ook nog doorheen kijken. Kijk. Ja, ja, dat is een mooie cirkel zeg. Maar dat kan ik misschien ook wel. Is dit ook een cirkel? Ja. Een beetje. Ja, het is wel. Zo? Nou, dit is wel weer meer een driehoek. Want kijk, je arm, die kan je niet buigen hier. Nee, dat is waar. Kijk, en je vingers die kunnen helemaal... Ja. Die zijn heel soepel eigenlijk. Die kunnen heel veel. Dat klopt wel, ja. Nou. Het is eigenlijk net als... Kijk, mijn hoofd. Ik kan ook niet achter me kijken. Mijn hoofd draait niet verder bij jou. Nee, het gaat maar tot hier. En als ik zo doe... Nee, dat gaat niet. En naar beneden? Oh ja, naar beneden. Naar beneden. Ik kan wel naar de grond kijken. En ook naar het plafond. En helemaal naar het plafond. Dat kan ik ook wel.
En ik kan wel een rondje maken met mijn hoofd. Kijk maar. Oh ja. Dat kan ik wel. Oeh, ik ook. Kan ook de andere kant uit. Oeh. Hey, ik kan eigenlijk best... kijk eens. Ik kan ook een rondje maken zo. Met mijn schouder. Oh ja. Kijk maar. Ja. Ik kan eigenlijk best wel veel, hè. Zo. Cirkels. Ja. En driehoeken. Maar ik kan dat ook met mijn handen. Kijk, een rondje draaien zo. Oh, die ga ik ook doen. Ja, die ga ik ook doen. Hey, doen jullie mee? Kunnen jullie dat ook? Dan kun je draaien met je polsen, hè? Oeh, ja. Dat ook. Dit is je pols. En daar is je hand weer. Maar zet je hand aan vast. Kan je dat dan ook met je elleboog? Oh. Nee, hè? Dat is een beetje... Nee. Dat is een beetje moeilijk. Ja. Mijn elleboog kan denk ik alleen maar eigenlijk echt naar voor en naar achter. Ja, precies. Naar voor... En naar achter. Ja, inderdaad. Maar mijn schouder kan dus wel rondjes draaien. Ja, je schouder kan wel. En mijn pols ook. En je pols ook. En hoe zit het dan met je been hier zo? Kan ik dan ook... Oh. En dan scroor ik uit mijn broek, denk ik. Oeh, maar het lukt wel. Kijk maar, ik kan een rondje met mijn been maken. Oh ja. Andere been. Oeh, kijk uit. Oeh, ik ga omvallen. En met je voet? Oh ja. Nou, kijk nou eens even. En die andere ook. Ja. Dus eigenlijk kan je best wel veel dingen doen, hè. Je kan veel draaien met je benen. En met je voeten? Dit boek heet Saar bij de dokter. Daar is het, roept Saar blij. En ze wijst naar de blauwe deur en de bloemen op het raam. Ja, zegt mama, dat is knap van je, Saar. Saar en mama zijn op weg naar de dokter. Saar is niet ziek, hoor. De dokter wil gewoon kijken of ze goed gegroeid is. Het is alweer even geleden dat Saar bij de dokter was. Bij het vorige bezoekje was ze nog veel kleiner en kon ze nog niet goed zelf de weg wijzen. Saar en mama steken de straat over en gaan bij de blauwe deur naar binnen. In de wachtkamer van de dokter zijn ook andere kinderen. We moeten even wachten tot je aan de beurt bent, Saar, zegt mama. Je kunt je alvast uitkleden. Alle kleertjes mogen uit, behalve je hemdje en je onderbroek. Saar trekt snel haar jurk over haar hoofd. Mama helpt haar met haar schoenen. Als Saar klaar is, gaat ze fijn spelen. Er is zoveel speelgoed, Saar kan bijna niet kiezen. Dan ziet ze een mooie loopfiets. Net als ze nog een rondje wil fietsen, gaat de deur open. Wie van jullie is Saar? Vraagt de dokter. Saar steekt snel haar vinger op. Dan mag jij met me meekomen, samen met je mama, zegt de dokter. De dokter geeft mama eerst een hand en praat even met haar. Dag Saar, zegt hij dan. Ik ben de dokter. Saar geeft hem een handje. Au, au, roept de dokter lachend. Wat kun jij hard knijpen, zeg. Jij bent vast en zeker gegroeid. En Saar knikt trots. We zullen eerst eens zien hoe groot je bent geworden. Ga maar met je voetjes recht tegen de muur staan. De dokter kijkt op de groeimeter. Zo, zegt hij. Zie je wel, ik dacht het al. Jouw broeken zijn vast veel te kort geworden. Kom maar, dan mag je op de weegschaal gaan staan. Nou, nou, jij hebt vanmorgen zeker een paar grote stenen opgegeten. Nee hoor, zegt Saar lachend, dat kan toch helemaal niet. Ik heb boterhammen gegeten. Je bent prachtig gegroeid, Saar. Kijk, dit is de vertelstoel. Vertel eens, Saar, wat zie jij op de plaat aan de muur? Saar kijkt naar mama en dan naar de plaat. Een banaan, zegt Saar, en een boterham. Goed zo, Saar. Eet je die elke dag? Ja, en ook aardbeien en worteltjes, zegt Saar. Goed zo, zegt de dokter opnieuw. Ik snap nu waarom jij zo goed gegroeid bent. Want wat jij eet is gezond. Daar word je een grote, sterke meid van. Kun jij op je tenen lopen, Saar? Vraagt de dokter. Saar doet haar best en loopt de hele kamer door op haar tenen. Knap hoor, dacht de dokter. Dan nu nog moeilijker. Kun jij ook op één been staan?
Saar tilt haar ene been hoog en wiebelt een beetje heen en weer. Kan Saar dat wel? Ja, roept Saar blij. Ik kan het. De dochter kijkt eerst in het ene oor van Saar en daarna in het andere. Hé, wat zie ik? Loopt daar nou een muisje in je oor? Nee, dacht Saar, dat kan toch niet? Je hebt prachtige oren, Saar. Mag ik ook even in je keel kijken? Saar doet haar mond wijd open en de dokter duwt met een stokje haar tong omlaag en kijkt in haar keel. Dat kriebelt een beetje. Je hebt een prachtige keel, Saar. En wat heb je veel tandjes? Poets je die al zelf? Ja, knikt Saar, maar mama helpt mee. Goed zo, zegt de dokter, dat moet ook, want tandenpoetsen is moeilijk werk. Saar mag een speciale bril op. Ze kan maar door een van de glazen kijken. Dat ziet er gek uit. We moeten eerst kijken of je met je ene oog alles ziet, legt de dokter uit. En daarna komt je andere oog aan de beurt. Vertel me eens wat je ziet op de plaat aan de muur, Saar. Als Saar alle plaatjes opgenoemd heeft, mag ze bij mama op schoot gaan zitten. Dat heb je goed gedaan, fluistert mama. Kijk maar. Omdat ik niet wil dat jij ziek wordt, krijg je nog een prikje van mij, Saar. Dat voel je maar heel eventjes. Saar zit met haar knuffelschaapje een beetje bang bij mama op schoot. Auw, jammert ze zacht. Zo, het is alweer voorbij, Saar, zegt de dokter dan. Omdat je zo flink bent geweest, mag je een mooie pleister kiezen. Saar kiest een rode pleister. Dat is haar lievelingskleur. Dag, Saar. Dag, grote meid. Tot de volgende keer, wuift de dokter. Saar trekt haar kleren weer aan. Hé, roept ze. Daar is Cas. Cas gaat ook naar de dokter. Hij ziet er een beetje bang uit. De dokter is heel lief hoor, Cas, zegt Saar. De prik deed wel een beetje pijn, maar nu niet meer. Kijk maar, ik heb een rode pleister gekregen van de dokter. Thuis pakt Saar haar dokterskoffertje uit de kast. Alle knuffels moeten eerst op hun tenen lopen en op één been staan. Daarna vraagt Saar of ze ook appels en peren lusten. Ze kijkt in hun oren en in hun keel. Als laatste krijgen ze een prik en een mooie pleister op hun snoet. Sarah geeft alle knuffels een kusje. Heel zachtjes. Want sst, kijk, ze slapen allemaal al. Dat was de laatste bladzijde van het boek. Kijk maar even nog naar deze plaatjes. En dan gaat het boek dicht. Dag allemaal. Dag. Ja, dus eigenlijk kan je best wel veel dingen doen, hè? Je kan veel draaien met je benen en met je voeten. Kan je het ook met je knie? Mijn knieën? Even kijken, mijn knie zit hier ook. Nee, hè? Nee, dat gaat niet. Dan kan je dus je knie kan eigenlijk ook alleen naar voor. Voor. En naar achter. En naar achter. Oh naar ja. Voor en naar achter. Ja. Wat grappig. Nou, dus soms kan je. Hey, soms kan je draaien. Oh ja. Hey. Mijn heupen kunnen ook rondjes draaien. Hey, kijk. Oh. Het lijkt alsof we dansen zo. Hè? Oh, inderdaad. Zo hula hoop of zo. Hula hoop. Maar dus je kunt draaien met je polsen, met je heupen en met je schouders. En met je knieën kun je naar voren. En met je elleboog kun je ook naar boven en naar beneden. Maar ik denk dat ik het meeste met mijn vingers kan. Hmm. Zie je, mijn vingers die kunnen eigenlijk heel veel bewegen. Ja, inderdaad. Zie je dat? Ja, leuk. Zo. Ik kan er zelfs een hartje van maken. Hé, hey, kijk nou. Hé, hey, zullen wij eens wat gaan vragen aan de kinderen? Oké. Okay. Ja. Zeg, zouden jullie nu zelf ook eens een heleboel rondjes kunnen maken? Met je benen, met je armen, met je hoofd. Kijk maar wat lukt. En wat niet lukt. En ook naar voren natuurlijk. En naar beneden. En misschien kunnen ze daar dan wel een foto van maken. Ja. Hé. Hey. En stuur die dan op naar juf Astrid of naar mij. En dan gaan wij er naar kijken. Ja, inderdaad. Doen jullie dat? Hartstikke leuk. Weet je wat ik misschien ook nog kan? Wauw. Oh. Heel goed. Ja. Dat is heel goed. Dat kan ik niet hoor. Nee? Ik ga oefenen. Goed? Ja. Oké. Dag.
Nou, tot morgen!